spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het? Wie is nu de mooiste in het hele land? O koningin, wie mooi bent u? Maar de prinses in Wim is duizendmaal mooi. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn, je moet je vergissen. Voor wie zij zorgen, zijn zo charmant, ze zijn nog echt op de hoogte van het schone prinses met een bijzondere naam, Sneeuwwitje. Haar moeder, de koningin, had haar die naam bij haar geboorte gegeven, omdat haar huid zo wit als sneeuw was. Ben jij dat opnemen? Nou, ik ben dat opnemen. Er komt zo een mooi sprookje in de spiegel. Oh ja, die kinderen zijn daar. Maar trouwde de koning met een mooie vrouw, die nog nooit iemand eerder had gehoord. Niemand wist dat deze mooie, maar valse koningin eigenlijk een lelijke heks was. Heel erg jaloers was op de schoonheid van Zeeuwen. En steeds antwoordde de spiegel. Majesteit, zo mooi als u is er geen. Iedere vrouw hebben dat het mooiste van iedereen. Maar Sneeuwwitje groeide op en werd met de dag mooier. Op een dag antwoordde de spiegel dan ook. Mooi koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is duizendmaal mooier. Ransen van Leiden zou zien we dat de Franse koningin een afschuwelijk plan om voor eens en altijd af te rekenen met Sneeuwwitje. Er riep Jaap erbij zijn en zei: ga op jacht in het bord met Sneeuwwitje. Dan laat je een ongeluk gebeuren waarbij Sneeuwwitje om het leven komt. Onmiddellijk daarna kom je terug, maar mij en de koning en de priester moesten helpen. Toen de jager terugkwam in het kasteel en vertelde dat Sneeuwwitje was verslonden door een wild dier, was de koning ontroostbaar. De koningin zei dat ze zich naar haar verdriet even wilde terugbrengen. En daarvoor ging ze direct naar haar doodspiegel. Dat was het geval. Kijk eens aan mijn spel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is nu? O koningin, wie mooi bent u? Maar prinses Sneeuwwit is duizendmaal mooi. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn, je moet je vergissen!